Alex Pastoor, ja, jij kan je mannen vanavond denk ik heel weinig verwijten na deze 4-2-nederlaag. Nee, dat doe ik ook helemaal niet. Hoe zou je dan willen terugkijken op PSV Excelsior 4-2? Nou, we hebben net als in de meeste Eredivisiewedstrijden maximaal gevoetbald. We hebben gedaan wat we konden. En dat hebben we qua kansen creëren en kansen weggeven in de eerste helft beter gedaan dan in de tweede helft. Maar ja, ik vond de organisatie niet altijd even goed kloppen. Maar als je kijkt naar de eerste half uur, dan denk ik dat we het gewoon prima gedaan hebben. We maken weer een uitstekende goal. En de kansen die PSV gehad heeft, die hebben wij aan hun geschonken, vind ik zelf. Maar ik moet ook heel eerlijk blijven, in de tweede helft hebben ze in de fase heel veel kansen gecreëerd. Die hebben we niet weggegeven. Toen was de klasse van PSV maatgevend. Ja, daar konden wij gewoon niet altijd het hoofd aan bieden. Zei jij een minuut geleden bewust Eredivisie wedstrijd? En dat bedoelde je dus te vergelijken met afgelopen dinsdag op de bekerwedstrijd? Ja, dat bedoel ik, Ruud, want toen hebben we niet echt maximaal gepresteerd, vond ik. Je verliest met 4-2, maar wat is dat toch het geheim van Excelsior dat jullie dan weer zo snel voorsprong komen? Is dat dan dat zij nog niet wakker zijn of jullie heel goed beginnen? Nou, ik kan niet voor hun praten, alleen voor onszelf. En ik heb net ook weer iemand van NOS uit in de treur om te uitleggen dat wij gewoon op een manier proberen te voetballen die het beste bij de spelers past. En daarin proberen we zo goed mogelijk te voetballen. En dat klinkt heel simpel. Maar zo is het. En dat is de grootste kans op succes voor ons. En bij tijd en wijle lukt ons dat gewoon heel aardig. En ik vind als je met deze selectie bij tijd en wijle door PSV middenveld en verdediging kan voetballen. En dat lukt je ook tegen Ajax en Twente. Daarmee heb ik de drie beste clubs van het land genoemd. Ja, dan is dat toch fantastisch. Wij doen het maximaal en zo blijven we het doen. En als het moet, want dat is ook mijn werk, dan leg ik het ook nog 100 keer uit. Dus ik vind dat we dat prima doen. En ik probeer wel natuurlijk, want je wilt resultaat gaan halen op een gegeven moment. Maar dat is niet een kwestie van paniek maken en nou moet het. Het is gewoon je werk blijven doen op deze manier. En of het dan bij PSV uit is, of thuis tegen VVV, of nou ja, in een volgend bekertoernooi Sparta-Nijkerk uit. Dat moet niet meer uitmaken. Is het mogelijk om ondanks de nederlaag het slechte gevoel van dinsdag van je af te spelen? Ja, maar dat gevoel ben ik al lang kwijt. Ja, jij misschien wel. Ja, je vraagt toch aan mij? Ja, je spelers, daar heb ik het over. Ja, maar die zijn dat ook al lang kwijt. Ook die gedragen zich meer en meer. Niet op die dinsdag, maar gewoon eens tot sporters. Je kunt niet in die rouw blijven hangen. Op het moment dat je denkt dat in de rouw blijven hangen jou helpt, dan moet je het zeker doen. Ik denk dat het niet helpt. En mijn spelers denken dat ook. Vanaf nu de blik op volgende week zaterdag 8 uur Woudestein, VVV? Ja, zo is het. Die wordt wel heel belangrijk, hè? En des te mooier daarom, want belangrijke wedstrijden zijn volgens mij het mooiste om te spelen. Natuurlijk. Spanning en druk, die is net zo groot als je hem zelf ervaart. Het blijft ook nog steeds. Pel de stand eraf, pel de toeschouwers eraf, pel het stadion eraf. En het is gewoon nog steeds gewoon een voetbalwedstrijd. Dank u wel, amen.